Ik zit hier vandaag heel ongemakkelijk met... Casimir Schmid. Op een blok. Dus Casimir, vertel eens even wat leuks over jezelf. Nou, ik ben dus Casimir. Ik ben 21 jaar oud. Ik ben begonnen met turnen toen ik 5 was. Hier bij SV Pax. Hoeveelste internationale grote wedstrijd wordt dit voor jou? Ja, dat is een lastige vraag. 9e uit mijn hoofd, denk ik. 9e, nou. En wat zijn je doelen voor dit WK? Mijn doelen voor dit WK? Nou, ik doe op dit WK alleen vloer en fetiche. En waarom? Omdat ik mijn D-score, mijn programma, moet verhogen op de andere toestellen. En dus eigenlijk niet goed uitkwam om daar nu oefeningen op te draaien. Dus ik ben er nu allemaal losse onderdelen aan doen en het gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, het is nog niet af voor in een oefening, dus vandaar de keuze om vloer en fetiche te doen. En vloer is toch wel echt de bedoeling om in ieder geval uit te turnen en zo strak mogelijk. En dan kijken wat er mogelijk is. En een finale ligt zeker bij de kansen. Alleen, je weet nooit hoe het gaat lopen, wat de concurrentie doet natuurlijk. Maar mijn doel is in ieder geval om de oefening gewoon goed en strak uit te turnen. En dan kijken we wel wat dat waard is. Oké, nou, dat vind ik hartstikke mooie doelen. En dit is een individueel WK. Hoe anders is dat dan een team WK? Nou, ik had verwacht dat dat wel weer echt heel anders zou zijn. Natuurlijk is het anders qua indeling van de toestellen en dergelijke. Maar het teamgevoel is echt gewoon bij ons nog heel erg aanwezig. Als ik dat kijk op de centrale trainingen, op de kwalificaties. Het is nog zo erg aanwezig. En dat is best wel iets wat ik niet had verwacht. En daar ben ik echt wel gewoon heel erg verbaasd over. En gewoon best wel blij mee dat dat nog zo goed zit. Dus ik kijk ook echt uit naar dit WK en zeker ook naar het WK daarna weer in de EK, als het weer in teamverband is. Om gewoon dat teamgevoel zo te gebruiken om beter te presteren. Ik ook. En Casimir Schmid. Zijn er nog dingen die wij niet van jou weten? Etoria Torstatir. Torstditor, sorry. Ik weet het niet. Ik deel best wel wat op social media, moet ik eerlijk zeggen. Zo, doe maar. Dus, wat mensen misschien niet van me weten, ja, ik heb een hond. Daar ben ik echt gek op. Ik woon nu op mezelf, maar de hond die is nog bij mijn ouders. Maar die bezoek ik zeker 2-3 keer per week eigenlijk. Daar ben ik echt gek op. Bezoek je alleen je hond of ook je ouders? Ja, nou ja, ook mijn ouders en mijn zus natuurlijk. Maar mijn hond is wel echt mijn ding. Dus dat is, dat is wel heel belangrijk voor me. Ben ik best redelijk schoenenverslaafd, zoals misschien mensen al wisten. Ja, dat weet ik wel. Ja, mijn schoenen die staan in een hele grote kast midden in mijn woonkamer. Dus dat is natuurlijk best wel apart. Ik denk dat we daar allemaal wel een beetje jaloers op zijn. Ik ben een beetje op dit moment weer een beetje de tel kwijt, want ik heb er wat gekocht, weer wat verkocht, weet je wel. Dus ik durf daar geen uitspraken over te doen. Hoeveel schatje dat je er hebt. Ik durf daar geen uitspraken over te doen. Zijn het er minder dan 100? Nee, het zijn er minder dan 100. Oké, meer dan 50? Denk ik wel, ja. Okay, zo'n beetje om en nabij daar. Ja. Mm. Het is een beetje uit de hand gelopen, hè? Een beetje. Ja, maar een beetje. Ik kan er helaas niks meer aan doen. Voor de rest, wat weinig mensen van me weten, vind ik het echt heel leuk om FIFA te doen op de PlayStation. Ja. En in je eentje, of doe je dat dan met vrienden? Online natuurlijk veel, wedstrijdjes oefenen. En Bart komt best wel vaak bij mij langs en dan gaan we even een potje FIFA doen. Oh, dat is hartstikke gezellig. Ook nog eens teambuilding, soort van. En ik denk dat ik zelfs mijn PlayStation mee naar Montreal neem.